Als de zon zijn eerste zonnestralen begint te tonen en de straten die leeg blijven, zit er één jongen braaf op zijn kamer te wachten tot zijn les begint. Normaal gesproken zit hij rond deze tijd van het jaar nooit binnen en gaat vaak op pad. Maar meneer Rutte vertelde tegen het hele land: blijf zoveel mogelijk thuis. Na zijn les gaat hij verder met zijn hobby binnenshuis modelbouw. Ramon is bezig met het bouwen aan een Nederlandse F-16 en Apache, die aantal jaren geleden vliegshows gaven tijdens luchtmachtdagen. Gelukkig mag Ramon ook af en toe naar buiten om een frisse neus te halen. Dan gaat hij graag even naar de vliegbasis om de F-16's en F-35's te spotten. Hij heeft de laatste tijd ook veel geluk, want zo nu en dan komt ook de C-130 Hercules langs vanuit Eindhoven om landingen te oefenen. Ramon houdt zich aan de regels en houdt meer dan 1,5 meter afstand of gaat op een lege plek staan te spotten. In het weekend zoekt Ramon ook de rustige momenten op om zo weinig mogelijk in contact te komen met de mens. Hij zet dan ook elke zaterdagochtend de wekker rond 6 uur om dan nog slaperig op pad te gaan in het Leeuwardenbos. Ramon maakt dan foto's van de reeën en is nog altijd op zoek om de vos op beeld te krijgen. De rest van de dagen zit hij wat te bouwen en zit hij een beetje op de bank. Ramon vindt het ook best vervelend hoe alles er verlaten uitziet. Scholen zijn dicht. Winkels mogen weinig mensen binnenlaten of zijn zelfs gesloten. En de straten zijn leeg. Het is natuurlijk beter dat wij alleen maar aan de regels moeten houden en niet in een echte lockdown moeten als andere landen. Het is ook goed dat we regelmatig te horen krijgen wat de stand van zaken zijn en of er een afname of een toename is te zien. Bij Ramon en zijn familie gaat alles goed, behalve zo nu en dan last te hebben van de hooikoorts. Dan is het paar dagen binnenzitten en wachten tot de klachten over zijn. Ramon voelt zich niet eenzaam en zorgt er altijd wel voor dat hij zich niet snel verveelt. Ramon heeft soms wel eens een moment dat hij snel geïrriteerd is en graag vaker naar buiten wil en normaal een winkel in wil stappen. De online lessen vindt hij wel prettig en merkt op dat hij zich beter kan concentreren en sneller en beter werkte dan normaal. Ramon hoopt dat we allemaal weer snel onze normale leven mogen oppakken. Als we ons allemaal aan de regels houden, krijgen we corona samen onder controle.